Challenge of Tutankhamun blijft een waanzinnige dark ride. En wij zijn vandaag hier backstage om dit effect te laten zien. De werking van een Pepper Ghost. In deze aflevering hebben wij het over de Pepper's Ghost illusie. Een illusie die je waarschijnlijk wel kent van menig dark rides in pretparkland. In 1863 is deze illusie in het theater gepopulariseerd door John Henry Pepper. Vandaar de naam Pepper's Ghost. En meneer Pepper wist het voor elkaar te krijgen door geesten te doen laten verschijnen op het podium. En daardoor renden mensen gillend de zaal uit. Maar ja, hoe deed hij dat nu eigenlijk? En dat gaan we uitzoeken in deze aflevering. We hebben het dan over theatertechniek, over illusies. Dan is er maar één iemand die we echt kunnen vragen. Ja, dat is natuurlijk Hans Klok. Hans, wat fantastisch om hier in jouw repetitieruimte te mogen zijn. Nou, hier gebeurt het. Wel. Hier gebeurt het. Ja, hier repeteren wij. En aan de overkant hebben we nog een pand waar we dingen maken. Dus echt een werkplaats waar we lassen en timmeren en van alles doen. En stofafdeling hebben. We hebben het in deze aflevering over de Pepper's Ghost. En ja. We dachten, ja, er is dan één iemand die daar natuurlijk het meeste van af weet. De beste illusionist misschien wel ter wereld. Ja. Vertel, de Pepper's Ghost. Volgens mij kwam meneer Pepper uit Londen of Engeland. Vroeger had je toneelstukken met een glazen plaat die schuin stond. Dus schuin naar de mensen toe. De mensen keken dwars door die plaat. Dan had je de acteurs op het toneel. Die moesten wel precies goed op hun plek staan. En in de orkestbak, waar normaal het orkest zat, dat is natuurlijk lager. Daar zaten dan de spelers die te zien waren via de glazen plaat. Die werden hevig verlicht, dus die werden zwaar belicht. Dat weerkaatste op de glazen plaat. En daardoor kreeg je een samenspel van de acteurs die echt op het toneel stonden. En die eigenlijk beneden stonden, maar die je geprojecteerd zag tussen de anderen. En daardoor konden ze hele spook, horrorverhaal creëren, waarbij je gevechten kon maken met die geesten. Je kon een zwaard door hun heen steken. Pepper's Ghost, een handicap is dat je altijd een beetje doorzichtig blijft. Mm-hmm. Het is niet zo dat je echt iemand helemaal perfect ziet. Het is altijd een beetje. Dus het is het beste om het ook een geestverschijning te laten zijn. Want zo ziet het er ook uit. Zo stellen we ons een geestverschijning voor, iemand waar je eigenlijk doorheen kijkt. Nou ja, dat is eigenlijk destijds gebruikt als illusie. Toen hebben illusionisten die techniek ook overgenomen. Alleen de handicap is, je moet er altijd recht voor staan. Want als je hier Pepper's Ghost hebt en je zit aan het einde van de rij, dan klopt die weerkaatsing niet. Daardoor is het heel veel gebruikt in het kijkwerk. Nederlandse familie heeft daar ook mee gereisd, verhalend goed. Die hadden de weerwolf. Dat waren ook smalle, dus eigenlijk stond je met z'n vijven naast elkaar en dan was het een soort pijpela. En daar gebeurde dan dat je een man langzaam zag veranderen met die techniek. Pepper's Ghost, ik heb het weinig gebruikt of bijna niet. Ik gebruik wel variant van de Pepper's Ghost, alleen ga ik je niet vertellen wat. Want dan laat ik me te veel in de keuken kijken. Maar het is toch een heel belangrijk onderdeel geweest in het illusionisme. Je hebt best wel je best moeten doen voor dit interview, want in principe onthul ik nooit iets. Alleen als je een beetje zoekt op internet, kom je achter de Pepper's Ghost. Het staat ook op Wikipedia en het is een bekend gegeven. Nu we weten hoe de basisprincipes werken van een Pepper's Ghost, weten wij dus ook dat het farobeeldje hier eigenlijk helemaal niet staat. Maar we kunnen nog iets. We kunnen het farobeeldje laten verdwijnen en hier iets laten verschijnen. Ja, hoe zit dat dan precies? Ja, deze versie van een Pepper's Ghost wordt eigenlijk het meest gebruikt in een pretparkattractie. De mensen in de attractie, in dit geval de camera, die zien in eerste instantie via de weerspiegeling van dit glas het farobeeldje hier. Op het moment dat we de verlichting wisselen, is er geen reflectie meer en kijkt de camera door de glasplaat heen richting de schedel. En zo verdwijnt het farobeeldje en verschijnt de schedel. Ja, hoe werkt dit dan in een dark ride? We praten erover met Erwin. Erwin, de pretparkpodcast Ochtend in Pretparkland. Daar heb jij mij ooit verteld. Een dark ride is het signature van een pretpark. De handtekening van een pretpark. Ja, een dark ride is een gebouw. En dat betekent dat je als pretpark letterlijk alles kunt gaan bepalen. Je kunt het licht, het geluid, de muziek, de fysieke decors, de special effects.
En dat is natuurlijk wat minder bij achtbaan of bij wildwaterbaan. Daar heb je natuurlijk het weer en andere onvoorspelbare elementen. En diekarts, daar heeft een park de volledige controle over. Wat mij dus opvalt aan Challenger Tucangarman hier in Walibi België, is dat het eigenlijk best wel veel gelijkenissen heeft met de illusies van Hans Klok. Ja, je zou kunnen zeggen dat ontwerpers van diekarts moderne magiërs zijn, net zoals Hans Klok dat is. Net zoals Hans Klok gaat willen hebben dat door een bepaald effect de aandacht naar een bepaalde kant van het podium geleid wordt, willen ook imagineers, ontwerpers van dit soort attracties, dat je op de juiste momenten naar de juiste kant van de attractie kijkt. Een van de spectaculairste effecten hier in deze dark ride is natuurlijk die fantastische Pepper Ghost. Ja, we zijn vandaag om de werking te achterhalen van dit effect. Het werkt een beetje met spiegels, maar kun je in de geschiedenis aanduiden wanneer dat nou is gebruikt, die spiegels? Absoluut. Spiegels worden eigenlijk al eeuwenlang gebruikt in entertainment. Je noemde Hans Klok, magiërs onder andere. Maar ook op het theater worden spiegels al heel lang gebruikt voor allerlei effecten. Het oudste een voorbeeld van spiegels in pretparkland zou je kunnen het Mirror Maze van Peter Stuyvesant noemen. Dat is een oude koloniaal die in Versailles ontdekte dat je met een heleboel combinaties van spiegels best wel een leuk effect kon maken. Die is toen naar New Amsterdam getrokken, het latere New York. En daar heeft hij het eerste Mirror Maze geopend. Een spiegeldolhof waarbij je zowel een combinatie had van glazen panelen als spiegels. Maar die spiegels en die glazen platen, dat maakt nog geen Pepper Ghost natuurlijk. Nee, eigenlijk een Pepper Ghost ontstaat door de combinatie van duisternis, spiegels, glas, licht en een speciale hoek waaronder een bepaald object moet zijn geplaatst om het te laten werken. We kennen allemaal de voorbeelden uit Disney, Phantom Manor, Haunted Mansion, de grote ballroom scene. Dat is waarschijnlijk het allerbekendste voorbeeld van Pepper Ghost in de wereld. Maar uiteraard dichter bij huis hadden we jarenlang de violen spookslot. En hier uiteraard in Tutankhamon de mummieconfrontatie. En wat maakt dan zo'n Pepper Ghost zo geloofwaardig? Ja, de geloofwaardigheid van een Pepper Ghost heeft alles te maken met het verhaal. Maar het belangrijke van een Pepper Ghost is dat het een ghost is. Het is iets transparants dat verschijnt, iets doorschijnends. En dat betekent ook dat je als ontwerper van een dark ride gaat moeten uitleggen aan het publiek waarom je daar geen mens van vlees en bloed ziet verschijnen. En dat is wel belangrijk dat je dat als dark ride bedenker integreert in het grote geheel. En dan staan we hier nu eigenlijk in Challenger Tucangarman om de Pepper Ghost uit te leggen. Hoe werkt dat nou? Er is dadelijk een sensor en als die sensor afgaat, dan komt hier achter mij een beweging. Dat is de pop die je ziet. Die zie je in de weerspiegeling. Op het moment, het juiste moment dat het licht gaat knipperen, verschijnt de pop achter het glas. En dat is in dit geval een mummy. En zo wordt de Pepper Ghost gemaakt. Ik kan me voorstellen dat jullie dit natuurlijk ook achter de schermen willen zien. Het is een beetje klein, maar hier zit een geheime deur. Ik zeg, kijk maar even naar binnen. Inmiddels is de Pepper's Ghost illusie niet meer weg te denken in het moderne leven. Op het dashboard van je auto, in gevechtsvliegtuigen. En sterker nog, als je denkt, wat heb ik deze tekst goed uit mijn hoofd geleerd? Dat klopt eigenlijk niet. Deze tekst lees ik nu op van een autocue. Wellicht de bekendste versie van de moderne Pepper's Ghost. Vanuit Theater Het Pand in Gorinchem bedank ik Hans Klok, Erwin Taats en natuurlijk Walibi Belgium. Vergeet niet te liken, te abonneren en als je een vraag hebt, stel hem dan in de reacties en wie weet zie je het antwoord binnenkort op ons YouTube-kanaal terug. Hoi hoi!